Autolets opgelet. Vandaag gaan we op pad met twee hele bijzondere auto's. Allereerst de C63 AMG met die welbekende 6.3 liter V8. Dat is eigenlijk gewoon echt een gezinsauto, maar dan met echt supercar prestaties. En dan vandaag ook nog de Mercedes SLS AMG. Dat is natuurlijk echt een icoon, die SLS. En het is eigenlijk een klein beetje een eerbetoon aan die oude 300 SL. Ik denk alleen aan die vleugeldeuren bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld echt het silhouet van die SLS, die is bijna hetzelfde als van die 300 SL. En eigenlijk zijn allebei de auto's compleet anders, maar ook zo hetzelfde. En daar gaan we vandaag achter komen. Maar we gaan beginnen met de C-klasse. Ja, de C63 AMG. Die ouderwetse 6.3 liter V8 zonder turbo's of iets. En dat levert dan 457 pk. 600 Nm. Nou, dat is dan weer goed. Voor een 4,5 seconden na de 100. En dat houdt pas een keer op bij de 250, want daar is hij natuurlijk begrensd. Wat nog een voordeel is van dat je nog geen turbo's hebt, is dat het vermogen echt opbouwt. Hoe hoger je in de toeren komt, hoe meer vermogen er loskomt. Dat geeft wel een hele prettige dynamiek. Dat ken je met moderne auto's niet, want het zijn allemaal turbomotoren, ook die nieuwe AMG's. Ja, en als je ook nog eens gekoppeld aan een 7-trapse AMG-automaat en die schakelt echt gewoon boterzacht door al die verzetten heen. En buiten dat stuurt die auto echt zo ontzettend direct. Want dan heb je natuurlijk alsnog best wel een zware auto met zo'n Z-klasse. Maar ja, daar merk je eigenlijk helemaal niks van. Van de buitenkant lijkt het bijna gewoon een normale C-klasse. Natuurlijk, hij ziet er wel echt ontzettend sportief uit. Maar eigenlijk bijna, als je er geen kennis van hebt, dan weet je het ook bijna niet. En dat geldt ook eigenlijk voor de binnenkant. Je hebt eigenlijk vooral heel veel van een normale C-klasse. Eigenlijk het enige wat er anders is dan echt een AMG-stuurwiel. En dat je AMG-sportstoelen hebt, die wel echt heel goed zitten trouwens. En buiten alles dat een AMG is, heb je natuurlijk ook alsnog echt alle luxe van een normale C-klasse. Het geluid dat blijft echt niet normaal hoor. Uiteraard is hij niet helemaal standaard meer. Er is een Harman-uitlaat ondergekomen en hij is bijna helemaal recht. Ik weet niet wat er precies nog tussen zit. Dus wat je dan doet, je drukt op sport of op manueel. Gaan we dan een keer voor manueel. Van stal te gaan halen. Ja, en dan nou de SLS AMG. Ook weer in deze, die welbekende 6,3 liter V8. Alleen doordat de inlet- en uitlaatrechten van de SLS veel beter zijn dan van de C-klasse, heeft deze auto 571 pk en 650 Nm koppel. Dat is echt flink veel meer dan die C-klasse. En daardoor gaat die SLS ook in 3,8 seconden van 0 tot 100. En dan stopt een keer, begrensd, op 317 km per uur. Automaat hebben met dubbele koppeling en dat schakelt wel echt een stuk sneller. Ja, en die auto rijdt bijna als een Formule 1 auto onderhand. Je ligt zo strak op de weg. Het komt ook wel omdat het een middenmotor is, dus de gewichtsverdeling is zo ontzettend goed. Bij die SLS voelt het allemaal zwaar, bijna alsof je in een kokonnetje zit. Je zit echt heel licht op de grond. Ik vroeg mij net wel af, ja, hoe anders kan dat nou zijn, zo'n C63 of een SLS? Want
Nou, je zou zeggen, het zijn allebei Mercedes en ze hebben allebei dezelfde motor. Maar die auto's zijn zo niet met elkaar te vergelijken. Het is zo'n uniek apparaat. Je hebt die ontzettend lange motorkap. 2 meter is die. En eigenlijk het interieur van je auto is bijna gewoon hetzelfde als van een SL. Alles is ook gewoon met leer. Het ziet er ontzettend en ontzettend netjes uit. Nou heeft deze auto ook nog eens een keer het Bang & Olufsen audiosysteem. En dat klinkt ook echt ontzettend goed. Maar doe mij toch maar die 2 AMG speakers in de achterbumper. Dus daar komt zoveel kabaal uit. Ook bij deze auto is het geluid natuurlijk niet gedempt door een turbo. Dus ja, het is gewoon puur die achtcilinder die je hoort brullen. En dat klinkt zo indrukwekkend. C-klasse konden we alleen de automaat instellen van karakter. Bij de SLS hebben we iets meer mogelijkheden. We kunnen alleen de automaat kunnen we al in 5 verschillende standen zetten. Kunnen we het ESP nog in meerdere standen zetten. Kunnen we ook de spoiler nog bedienen. Ja, dan vind je dat allemaal heel erg ingewikkeld. Dan kun je het ook heel simpel doen. Dat gewoon 1 keer op de AMG-knop drukken en dan is gewoon alle remmen los met die auto. En nu dan in zo'n auto rijden met keramische remmen. Ik weet dat er echt wel zoveel verschil in zit. Met een kruinje sta je echt meteen stil. Ja, hoe tof zou het nou zijn als je allebei de auto's hebt? De C-klasse als dagelijkse auto en dan bijvoorbeeld de SLS weer als weekendauto. Nou goed, dat kan ook nog eens, want beide auto's staan te koop bij Autotron Exclusive in Rosmalen. De C-klasse die komt uit 2008 en heeft net 56.000 km gelopen. De SLS die komt uit 2011. En die heeft nog geen 49.000 km gelopen. Allebei zijn erg jonge auto's. En allebei zien ze echt in uitmuntende staat uit. En mocht je nou misschien misgrijpen op deze auto's, niet getreurd. Autotron Exclusive heeft op het moment nog een C63 staan. En nog een SLS. Alleen dan een Roadster. En buiten dat, natuurlijk nog veel meer exclusieve auto's. Alle linkjes staan onder in de beschrijving. Vergeet ook eventjes niet te abonneren. En vergeet ook niet op Facebook en Instagram Autotron Exclusive te volgen.